De oppositie is nog steeds niet positief over het ontwikkelingsplan van de regering. Diverse oppositieleden vragen zich ook af hoe de begroting die nu behandeld wordt gefinancierd zal worden. De oppositionele volksvertegenwoordigers lieten hun ontevredenheid gisteren duidelijk merken na de toespraak van president Bouterse in het parlement. Met name de leden Edward Belfort, Krishna Mathura en Aziz Kumar Gayadin namen het staatshoofd behoorlijk onder vuur tijdens de interruptieronde. Wat gaat u doen om die koers omlaag te brengen? U moordt het volk uit met die hoge prijzen. En u zit rustig hier, u geniet van alles. En het volk, het arme volk dat op u hebt gestemd, het arme volk gaat dood onder de prijzen. U praat wel tegen via de voorzitter, ja? Ja, maar ik ben niet meer. Nee, u praat via de voorzitter. Via u. Excellentie, via u voorzitter. Het onderwijsprobleem, weet u hoe het komt? Het komt niet zomaar. De kinderen, de onderwijsgevenden kijken naar de eerste burger van het land. We zien dat naarmate de regering doorgaat, dat de situatie alleen maar erger wordt. En ik staf dat doordat die samenleving het voelt. We zien wat er gebeurt met de prijzen in de winkel. Dis man o man moro. En wanneer de president hier komt, en met wat cijfertjes probeert weer te geven dat het goed gaat. Diezelfde president zegt dat in 2016 er 6% tekort was van onze BBP op de lopende rekeningen. En voor 2017, eerste half jaar, is het 3%. Al 3%. En dat vindt hij aan de goede zijde, voorzitter. Als dit zich zo voortzet, wordt het ook 6%. De president kondigt hier aan dat we weer belastingmaatregelen kunnen verwachten. Het geld moet gehaald worden. Er is in die samenleving geen koopkracht. Bedrijven hebben het moeilijk. Waar denkt de president dat geld te halen? De actuele onderwijssituatie is ook uitgebreid besproken. Doe-parlementariër Karel Breeveld merkte op dat onderwijsminister Robert Peneu onvoldoende communiceert met het onderwijsveld. Dus het veld welke bezig is met het materiaal, daar is geen aandacht voor. Want op uw onderwijsministerie zit er een machtspersoon. Een persoon die vindt, hij heeft de macht. Hij is autoritair en probeert alle dingen zo te regelen en te bepalen, waardoor het veld niet de gelegenheid krijgt om goed te communiceren. En ik denk dat als de president serieus is, hij echt daarnaar kijkt. Ik ben niet degene die altijd persoonlijk mensen in bescherming neemt, omdat ik denk dat de minister mans genoeg is om zichzelf te verdedigen. Maar laten we zeggen dat vanuit de fractie wij de minister van Onderwijs niet zo ervaren zoals het net is gezegd. Ik denk dat dat beeld heel sterk is overtrokken. Voorzitter, laten we zeggen dat we niet altijd eens zijn, met name met de manier hoe de minister zich uit naar buiten, de minister van Onderwijs, maar nogmaals, die visie die daar net is aangegeven van een machtspersoon enzovoorts. We vinden het heel erg overtrokken. André Muzikaba, fractieleider van de NDP tijdens de begrotingsbehandeling van gisteren. Hoewel er enkele uitdagingen zijn op het gebied van onderwijs, heeft minister Peneu nog steeds de volle ondersteuning van de NDP-fractie, zegt Muzikaba.